Hey, in deze video ga ik even een korte demo doen. En ik gebruik daarbij drie verschillende papiersoorten. En dit doe ik op basis van een andere video die ik heb opgenomen over papier. Dit is een vrij uitgebreide video en ook vrij theoretisch allemaal. Dus het leek me leuk om ook even een praktische demo te geven over de verschillende papiersoorten. En het heeft mezelf ook weer wat geleerd. Dus helemaal leuk. En leuk als je meeschildert. Ik begin met de materialen door te nemen. Dan kun je die klaarzetten. En dan gaan we van start. En je kunt tussendoor natuurlijk altijd even de video pauzeren als het te snel gaat. En vergeet niet een kop koffie of thee erbij te pakken. Want het moet wel een chill moment van de dag zijn. Oké, daar gaan we. Ik heb hier op het bord heb ik drie soorten katoen vastgetaped. Als je mee wil schilderen heb je de volgende materialen nodig. Papier uiteraard, tape om het vast te zetten op een bord of op je tafel. Maar ik raad je wel aan om het op een bord te doen, omdat ik zelf de ondergrond een klein beetje schuin zet, zodat de verf mooi naar beneden zakt. Ik heb hier een vrij grote penseel om de ondergrond helemaal nat te maken, voor als we in de eerste techniek nat in nat gaan doen. Vervolgens heb ik een paar ronde penselen met een fijne punt. Dit is de Silver Brush Black Velvet en dat is wel een van mijn favoriete penselen. En daarbij heb ik nog een sleper, maar ik weet niet zeker of ik die ga gebruiken. Die is mooi voor bijvoorbeeld gras en fijne strepen zetten. Een flesje met water. Twee bekers met water heb ik hier staan. Eén glas met schoon water. Die andere is ook nog schoon, maar die ga ik gebruiken om mijn penselen in te wassen. En vervolgens met het schone water weer in de verf te gaan. En hebben we hier nog allerlei soorten verf. En dan moet je gewoon kiezen welke kleur jij mooi vindt. En in deze demo laat ik je een simpel landschapje zien. Dus dan heb je met name veel groen nodig. Burnt sienna is een mooie om erbij te gebruiken. En nieuw cambodge als gele kleur is wel echt een aanrader. En daarbij voor de donkere en schaduwkanten zou ik Payne's Grey gebruiken. Ik ga nu beginnen met een flinke hoeveelheid verf klaar te maken. Omdat ik gewoon op ieder vlak dezelfde soorten verf wil gebruiken. Om de vergelijking zo goed mogelijk te krijgen. Dus dan kom ik zo weer bij je terug. Ik ga nu de kleuren even testen op een papiertje. Dit is trouwens hot pressed. Dus gaan we meteen even kijken hoe dat er op papier uitziet. Ik heb dus een palet waarbij de kleuren af en toe in elkaar overlopen. Maar als je kleuren hebt die goed samengaan, is dat geen probleem. Geeft ook nog wel weer een leuk effect. Nou, dit is een beetje een grijzige blauw tint. Die wil ik voor de bovenkant gebruiken. Dan heb ik vervolgens groen om erbij te doen. Voor de achterband van, of achterband, de achtergrondbomen die dus wat vager zijn. Dat ga ik ook in het nat en nat erin zetten. Kijk, je kunt zo echt al wel even ook kijken van mixt het goed met elkaar. Nou, blauw en groen is verder geen probleem. Als we geel erbij pakken, dan gaat dat ook prima samen met groen. Zoals je ziet, loopt dat mooi in elkaar over. Kijk, en je ziet dus dat bij de hot pressed is het echt heel snel droog. Je ziet zelfs hier alweer dat het aan het drogen is. Dus je moet echt flink doorwerken met hot pressed. En voor portretten en alles is dat niet zo'n probleem. Maar met name bij natuurlandschapjes, waarbij je wil dat de verf ook gewoon rustig in elkaar overloopt, is het soms wel beter om een beetje structuur te hebben. Maar goed, we hebben nu een idee hoe de kleuren eruit zien. Ik ben tevreden, dus we gaan beginnen. Ik begin bovenaan bij alle drie. En ik ga even echt de tijd nemen alles goed nat te krijgen. Dat dus het water echt een beetje in de vezels zakt. Wil je
goed weten of je overal bent geweest met de penseel. Kijk dan een beetje schuin op je werk. En dan zie je het glimmen waar het nat is. En we laten dit heel even erin zakken en dan gaan we de bovenste laag doen. Ik begin bij de grove versie, omdat ik weet dat die gewoon langste tijd nodig heeft om op te drogen. En het anders niet helemaal een eerlijke vergelijking is, omdat je dan bij de hot pressed alles al droog is voordat je aan het nieuwe stukje begint. Als ik het zo opbreng, dan merk ik al dat het hier haast wat korrelig lijkt. En ja, ik vind het zelf iets minder mooi. En deze zakt echt mooi naar beneden. En deze blijft nog een beetje hangen. Dan zie je dat die echt wat stugger is van structuur. Een beetje blauw erbij overal. Ik gebruik hier ultramarijn. Nog een beetje. Ik weet al meteen welke niet mijn favoriet is, maar dat wist ik al. Deze gaat wat meer bloemen ook uitwaaieren. Deze blijft wat mooi op zijn plek, deze ook. Ik ga nog een klein beetje verdunnen naar onder, dat het wat mooi gelijkmatig naar beneden komt. Dan ga ik zo nog even wat groen erbij doen voor de bovenrand. En bij alle papiersoorten geldt dat je echt goed tussendoor de randjes moet drogen. Laat dit even staan. Wat ik nu ga doen is aan de ondergrond ga ik even een beetje een soort oranje band neerzetten. En dan ga ik naar boven werken. Dus dan zie je dat ik nat in droog ga werken en vervolgens het bij elkaar ga halen. There's a place I have found in the shade on the ground. Far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. De tweede laag breng je opnieuw eerst water aan en daarna komt de verf. En bovenin beginnen we weer met blauw. En wat ik nu wil laten zien, en eigenlijk ook wil testen op het papier, is het liften met een tissue. En daarmee probeer je wat wolken ook in de lucht te krijgen. Ik probeer wel goed af te wisselen, dus niet steeds met hetzelfde stukje op het papier, want dan lijkt het niet echt natuurlijk. En nu komt er weer een bomenrij. En gaan we weer wat verder naar beneden werken en eigenlijk dus dezelfde stappen als in laag 1 herhalen. In plaats van een tissue kun je ook je penseel gebruiken. Zorg dat je dan een schoon penseel hebt die je een beetje vochtig houdt. Die druk je in het papier en daarmee lift je de kleur een beetje van het papier op. En je kunt eventueel dan ook eerst wat water aanbrengen door het lichter te maken en dan even met een tissue deppen. Nu ga ik steeds donkerder werken, dus achter de achtergrond moet een beetje vaag en wat lichter. En wat dichterbij komt is altijd donkerder en meer gedetailleerd, zowel qua vorm als ook qua kleur zie je natuurlijk veel meer details bij alles wat dichterbij staat. Je kunt hier ook mooi zien hoe de verf opgenomen wordt in het papier. Het papier, de ondergrond, is echt goed nat. En de verf is iets wat geconcentreerd. En daardoor waait het ook heel mooi uit. Ik heb aan het eind nog wat spetters gemaakt met wat titanium white. Waarbij je ook gewoon een mooi natuurlijk effect krijgt doordat niet alles dan heel erg egaal is qua kleur.
mijn sleper. En dat is een heel fijn penseel en daarmee kun je mooi wat details toevoegen aan je werk. Ik vind het geheel wat donker geworden en daarom ga ik nu met wat witte gouache nog even een paar spetters op de voorgrond doen. En dat lijken dan een beetje bloemetjes op de voorgrond. Dus dat maakt het net even weer iets levendiger. En nu zijn de landschapjes klaar. Je ziet veel overeenkomst, maar toch ook wel verschil, zeker als je inzoomt. Heb je wat in deze video gehad? Doe dan even het duimpje omhoog. En vergeet niet om je te abonneren.